Welkom bij deze eerste vlog van België Birdlight. Zoals jullie kunnen zien staan we vandaag aan de Varanenplas. Een plas waar tal van vogels komen reageren en uitrusten. Enige minpuntjes aan de Varanenplas zijn, zoals jullie kunnen horen, ligt de Varanenplas dicht aan de snelweg. Het is ook omheind voor de begrazers zoals schapen, maar er zijn natuurlijk ook wel pluspunten, want er zijn die twee stijgers waar je op kunt gaan. Maar je ziet dus tal van vogels zoals wilde eend, kaveeën, dotaars. Er is hier zelfs al een kroon-eend waargenomen die hier in België vrij zeldzaam is. Ik zelf heb de kroon-eend nog niet gezien. Ik hoop hem vandaag te zien. We gaan hier zeker vogels kunnen spotten. Het is echt een heel mooi gebied te Varanenplas. Zeker de moeite waard om eens met een verrekijker een spottingsproef te doen.